We hebben de zaak van ons vader overgenomen in 1991. En dan hebben we verder gespecialiseerd in de afzet dat we nu rechtstreeks doen. We hebben een heel groot aandeel in Engeland, Scandinavië. Maar we hebben ook verre bestemmingen, zoals Indië. Een van onze targets is ook de producten, de nieuwe producten die we ontwikkelen, dat die in smaak vallen met de afnemer. En wij kweken eigenlijk op maat van de klant. Sterke punten van ons bedrijf zijn zeker onze service, flexibiliteit en kwaliteit. Kwaliteit is heel belangrijk in de voedingssector, dat weet iedereen. En daar hebben we heel fel op ingespeeld de laatste jaren. Ik denk dat wij daar een van de sterkste bedrijven in België zijn. Ons eigen teeltbedrijf bestaat voornamelijk uit conferenceperen. Maar daarbuiten hebben wij ook een speciale appelvariëteit en een speciale perenvariëteit. Hebben wij boomgaarden aangeplant van de Red Modoc. Dat is een rode peer. Die gaan wij dit jaar voor de eerste keer gaan vermarkten. We bevinden ons hier in de sortering van DNG Fruit. Wij sorteren het ganse jaar conferenceperen. Mijn collega is hier de kwaliteitscontrole aan het doen van de conferenceperen. Hij meet nu de hardheid en de suikers van de peer. Wij van Eurogijbels, we zijn een flexibel bedrijf. We hebben dus ook flexibele partners nodig. Daarmee dat wij eigenlijk al tientallen jaren samenwerken met DNG. Omdat wij heel het jaar door ook peren aan onze klanten leveren, hebben wij ook een leverancier nodig die dat heel het jaar door dat kan leveren. En dat is DNG.